komt aankomende zaterdag een jongerenfestival dat georganiseerd is voor en door jongeren. En er komen live acts, dus singer-songwriters, bands. Wij gaan er zelf ook optreden, ik en nog twee anderen. We willen graag dat er meer mensen met elkaar in contact komen. Om te laten zien dat er hier in de wijk eigenlijk gewoon allemaal muzikanten zijn, wat die kunnen en wat die leuk vinden en om die te laten ontmoeten. De Jumpin' Jacks is een soort van blues duo. Die komen, Lisbeth Peeples komt spelen, is een singer-songwriter. En mijn eigen band, Dirty Shoes, komt ook spelen. We zijn begonnen met een projectplan maken. Dus wat hebben we allemaal nodig? Wat moet er allemaal gebeuren? Wie hebben we nodig? En toen zijn we de taken gaan verdelen. Nou, we hebben bijvoorbeeld vrijwilligers nodig die helpen om de muntjes te verkopen en het voedsel te verkopen. En we hebben een EHBO-groep nodig en een frietkraam, allemaal dat soort dingen. Die komen bij kijken. We hopen er vooral op dat het heel gezellig wordt. Dus lampjes in de bomen, felle kleuren en live muziek. Het begint om 4:00 en het eindigt om 11:00 s'avonds. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.